De verkiezingen van 2014. Gaat het om Bart, Wouter of Chris? Rood, blauw of geel? Volgens Groen gaat het om iets anders. Volgens Groen gaat het over Greta, die al 5 jaar op de wachtlijst staat voor een plaats in een rusthuis. En over Lex, die wacht op een plaats in een crèche. Ik ben Greta. Ik ben 72 jaar en heb Alzheimer. Hè. Kort geheugen is kapot. Het gaat allemaal zo vlug niet meer als vroeger. Soms zit ik te denken, zo, ja, omdat hij nu al heeft nu maagkanker gehad en zo. Zit ik in mijn gedachten, ja, zonder hem ga ik beginnen. Hè. Maar ik mag ook niet egoïstisch zijn. Het samenleven is moeilijk geworden, ja. En daar hebben we hulp voor nodig. Van andere mensen. De gewone hulp. En psychologisch ook. Hè. Allee, ondersteunend ook. Hè. Ja, ik ben Lisbeth. Ik ben samenwonend. En ik heb 2 zoontjes. 1 zoontje van 3 jaar, 6. En 1 zoontje van 3 maanden, Lex. Ik was al 5 maanden zwanger, vooraleer dat ik erop werd gewezen door vriendinnen. Want ik was er mezelf niet bewust van. Dat ik dringend in actie moest schieten met ons op zoveel mogelijk wachtlijsten te zetten van crèches en onthaalmoeders. Want dat het echt niet evident is om een plaats te vinden. Ik heb wel een beetje gepanikeerd, ja, want wij hebben ook geen ouders in de buurt wonen. Dus ineens besefte ik dat we wel voor een probleem stonden. We zijn ingeschreven, hè? Voor een rusthuis. Ja, maar het is nu afwachten tot er plaats is. Hè. Het is wachten. Wanneer? Dat weten we niet. Een vraagteken. Het kan nog lang zijn. Hè. Van zodra dat ik wist dat ik zwanger was van Lex, van mijn tweede zoon, ben ik meteen beginnen zoeken. Maar er is pas plaats vanaf begin september. Dus bijna 1,5 jaar later eigenlijk. Dat is de realiteit, dat je zou moeten beginnen zoeken naar een crèche vooraleer dat je al weet dat je zwanger bent. Ja, zo waanzinnig is het. Deze verkiezingen gaan niet over Bart, Wouter of Chris, maar over alle Greta's en Lexen, die van wieg tot rusthuis in de wachtrij staan. Voor Groen zijn zij de inzet van deze verkiezingen. Groen. Samen beter doen.